Arm. Ja, een hele goede morgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen, Wil. Hoe gaat het met u? Hartstikke goed. Ja, ik ben net wakker. Ik heb een beetje verslapen. Neem me niet kwalijk. Mijn stem is ook een beetje weg. Ik weet niet of je het hoort. Ik ben een beetje schor. Een beetje een wilde nacht gehad. Ja, nee. Ja, ik had het straks al een keer geprobeerd, maar ik kreeg een voicemail aanstaan. Ik dacht dat jullie in het noorden van het land anders van die vroege vogels waren. Nee, ja, normaal ben ik dat ook. Maar ik had mij, we waren gisteren op stap geweest naar... in Winschoten heet dat ding. Ik kan even niet op de naam komen. Maar dan was Trobi was daar, dus ik was er om 2:30 vannachts. Dus ja, 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 ja. Ja, dan s'avonds lekker zuipen en dan s'morgens als dan... Ja. Ik ken het. Ken je dat? Maar maakt niet uit. Het past ook een beetje bij de titel waar we jou voor hebben uitgenodigd. Pompen of versoepen? Ja, klopt. Vertel er eens iets over pompen of versoepen. Want spreek ik dat goed uit, versoepen? Pompen of versoepen, ja. Wij slikken de E in plaats van de N. Als jij in Utrecht bent of zo, dan zeggen ze lopen. En wij zeggen lopen. Ja. Wij daar slikken ze de N in en wij slikken de E in. Klopt. Maar je spreekt er goed uit, joh. Ja, waar gaat pompen of verzuip over? Ja. Wij hebben een aardbeving hebben wij hier in het noorden. Het gaat over ruzie. Het gaat over Oekraïne. Het gaat over vluchtelingen. Noem maar op. Eigenlijk iedereen die er luistert kan het wel. Dus ik laat het een beetje in het midden. Iedereen heeft zijn eigen. Stel, je hebt net een echtscheiding meegemaakt. Zit dat er ook in. Dus het is allemaal een beetje een hart onder de riem. Hé, ja. Hey, mooi, hang eens nou. Ja. Het komt wel gans. Het komt wel weer goed. Ga door, kop ervoor. Laat je kop niet hangen. En vechten. Kom op, jongen. Daar tegenaan. Dat is een beetje de boodschap van het nummer. Ja, het is eigenlijk... als je het heel goed samenvat... en je luistert een beetje naar de tekst... en je kunt ook een beetje het dialect ook een beetje verstaan... dan is het toch een nummer met een aantal boodschappen erin. Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Kun jij een beetje goed dat verstaan? Als het mee wil? Nou ja, ik probeer het altijd. Ik doe al zoveel jaar radio en ik krijg al zoveel dialectnummers. Ja. Ik begin er een beetje begin ik erin te raken. De zinnen heen kun je wel een beetje de boodschap dan krijgen. Je hoeft dan niet woord voor woord iets te verstaan. Maar je kunt de boodschap vaak wel horen door de zinnen heen. Dat heb ik ook bijvoorbeeld met Friestalige nummers. Dan versta je niet woord voor woord, maar je boodschap begrijp je wel. Ja. Dat vind ik altijd mooi van muziek ook. Nee, maar pompen of verzoeken, wie heeft de tekst dan geschreven van dit nummer? Ja, dat ben ik. Tekstschrijver. Dat ben jij. Ja. En nou ga je gaat op een gegeven moment zitten. Je pakt op een gegeven moment een stukje papier en een potlood of een balpen en dan ga je schrijven. En wat inspireerde jou toen op dat moment? Ja, het was vooral... Ik hoorde namelijk premier Rutte. Die zat met corona. We gaan natuurlijk ook over corona. Daar is een beetje de trigger geweest voor het nummer. Die hebben dan die persconferenties. En daar had hij op een gegeven moment ook... Het is op veel plaatsen nog pompen of verzuipen. En dat zei hij, premier Rutte, in die corona-dingetjes die er iedere week op was toen. En ik dacht, oh, dat is wel leuk. Dat is een leuk iets, pompen of verzuipen. Dus dan heb ik in mijn mobiele zo'n mapje en daar stop ik allemaal ideetjes in. En uiteindelijk gaat het een keer leven, joh. Dan ben ik ergens, heb ik tijd over, of ik zit in de auto, of ik ben ergens, of ik ben op mijn werk. En dan hoor je weer dingen en dan... Dan Oekraïne speelt dan weer mee en vluchtelingen en aardbevingen. Dat zijn allemaal die dingen die bij komen. En dan begin je gewoon te schrijven. Ja, en hoe het komt, ben je zo. Het komt gewoon. Daar kun je niks aan doen. Dat is inspiratie op verschillende plekken. En dan ontstaat er iets. En dan heb ik heb muziek gemaakt. Zelf een tratje. Heb ik gestuurd naar Dick Pomp. Dat is van de Mediafabriek. Is dat in Veendam. En die heeft verder de muziek ontwikkeld. En ik heb de tekst ingerept en gezongen. Irene Wilkens heeft nog het achtergrondkommetje gedaan. Dus het is een heel leuk projectje geworden. Ik ben heel trots op.
Ja. Ja, goed, dan gaat het nummer vorm nemen, zoals we dat zeggen. Hè. Maar eerst ga je het opschrijven, dan ga je het nummer vorm nemen. Dan ga je het opnemen. Is het dan zo opgenomen zoals jij het gedacht hebt? Ja, zo is het opgenomen. We hebben heel goed overleg gehad met Dick. En natuurlijk zijn er een paar versies geweest. Een paar dingen moet je nog veranderen. Je komt 2-3 keer in de studio om eraan te passen. Dus dat gaat wel een maand overheen. Een week of 6. En dan is hij klaar. En dan maak je mix. Qua volumes zet je alles goed neer. En dan ga je hem produceren. En dan ga je nog weer luisteren. Een keer in de auto, een keer thuis. Of verschillende boxen. Verschillende omgevingen. Even op je werk. En dan ga je nog een beetje bijsturen. En dan is hij klaar. En dan heb je een product gemaakt. Dus het maken van zoiets is natuurlijk super mooi, hè? Ik weet niet of mensen dat kunnen voorstellen. Maar als je iets maakt, is heel mooi werk. Dat is heel mooi werk. Ja, want ik zeg altijd. Ja, dat is natuurlijk. Het is het cliché verhaal natuurlijk. Maar het mag best gezegd worden. Een nummer van een artiest of een artieste maak je nooit zelf. Dat doe je altijd met een team, hè? Ja, klopt. We altijd met een groepje. Ja, het idee komt wel bij jezelf, maar je hebt toch mensen nodig. Ja, nee, maar de meeste mensen denken van, dat is een artiest, die schrijft een nummer en die gaat achter in de studio achter een microfoon staan en die zingt dat in en hupsakee, klaar. Nee, komt wel het een en het ander bij kijken. Een producer, een soundsteller, noem maar op. Het is een heel team wat eigenlijk dat nummer met jou maakt. Ja, klopt. Het begint bij een idee en dan heb je echt andere mensen allemaal nodig. En ook, je hebt ook een beetje tegengas soms nodig, hè? Dat iemand jou een beetje een bepaalde richting induwt. Dat is ook het leuke van samenwerken en samen iets maken. Dat is eigenlijk het mooiste. Het is net als je bijvoorbeeld een meubel maakt of zo. Of iets anders, iets timmert of in huis iets maakt. Een nestkastje voor een vogel, ik noem maar wat. Het maken is ook zo mooi, hè. Als het eenmaal klaar is en het hangt, natuurlijk kunnen er kijken, het is mooi. Muziek kunnen luisteren is mooi. Maar de weg naartoe is ook heel mooi, heel, heel mooi, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, we gaan het zo draaien. Eventjes voor de luisteraars die meeluisteren. Indien zij meer willen weten over Harm. En het is Harm, ja. Dus Harm puntje, A puntje, ja. R. Waarom? Waarom gewoon vond ik leuk, anders is het gewoon zo kaal Harm. Van Harm is gewoon mijn geboortenaam. Maar niet zo kaal, ik ga nergens over, Ja, leuk, ja? Leuk. Maar, ja, ja, nee, ik vind het leuk, ik vind het geinig. Ja. Maar goed, indien ze meer willen weten, waar kunnen ze dan informatie vinden? Op Facebook, ik zit op Facebook met Harm. Ja? Dus h.a.r.m, Harm. Ja. Daar staat ook een clip op van, dat is ook een Harm van Schijk uit Emmen. Dat is een zandkunstenaar. Ik weet niet of je dat kent, Wil, zandkunstenaar. Dan maak je een schilderij op een glazen plaat met licht eronder. En daar strooi je zand overheen en maak je een schilderij van. En eigenlijk wordt dat, terwijl je naar kijkt, die keer een andere schilderij. Dat is een verhaal, vertelt hij daarmee. Yeah. En dat gaat over vluchtelingen vanuit oorlogsgebieden naar Nederland. En als ze uiteindelijk in Nederland aankomen, dat het wel weer goed komt. Dus ja. Heel mooi. Daar zit het nummer onder. Kun je kijken op Facebook. En natuurlijk Spotify en Deezer en noem maar op. Al die shit die er is, daar zit hij op. Goed. We gaan het, luisteren. Het nummer. We gaan het luisteren. Pompen of verzoepen. Zeg ik het nou goed of zeg ik het niet goed? Pompen of verzoepen. Nou, zeg jij het dan maar een keer en dan ga ik hem zetten. Dank. Nou, super, bedankt Wil. Hier is Haam met Pompen of Verzoeken. Een fijne maandag nog, hè. En tot de volgende keer. Bedankt, groetjes. Hè. Doei, hè. Doei. 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 Doei.